Dit is om te kijken of u de verkeersveiligheid kan verhogen. En het is ook een experiment. Uit Europees onderzoek blijkt dat bijna een vijfde van de voetgangers op een smartphone kijkt in het verkeer. Vooral mensen tussen de 25 en 35 jaar doen dat. Mensen die allemaal achter hun mobiel zitten, die letten dan meer op. Want als je dan alleen maar dat tikken en dat groene licht ziet boven, dan heeft het eigenlijk geen zin. Het lijkt dubbel. Smartphones zijn ongewenst in het verkeer, maar geven we hiermee niet juist groen licht voor het telefoongebruik? Ik ben ook tegen smartphones in het verkeer, tenminste althans het gebruik ervan. Maar het is wel gewoon een realiteit, dus we kunnen het ontkennen van mensen doen het niet, maar we zien dat het wel gebeurt. Meester Nico, leer je de kinderen op school dat ze wel mobiel mogen gebruiken of niet mobiel mogen gebruiken in het verkeer? Liever niet natuurlijk, maar als ze hem toch gebruiken in ieder geval buiten school kunnen we niet alles vastleggen met regeltjes. Dan is het alleen als ze het doen, dan is zo'n streep behandeld. Maar wint deze streep het van de smartphone op het oversteekmoment? Ik denk dat het licht niet zou helpen, want ja, de mensen die kijken niet echt naar, die zitten meer echt op hun mobiel te kijken. En dan is het handiger als er gewoon een verbod komt. En dan, want dan doen mensen het niet meer. Het beste is natuurlijk in het verkeer je mobieltje op te bergen in je tas, zodat je niet bij elk piepje of trilling wordt afgeleid. Ze worden smombies genoemd, smartphone-zombies. Mensen die voortdurend zo door het verkeer lopen. Nou, voor die mensen is er in Bodegraven nu speciale verlichting aangebracht. We merken dat heel veel mensen heel druk zijn met de smartphone. Ze kijken niet meer eigenlijk naar de verkeerslichten, zijn heel druk met wat anders. En dit is zeg maar extra attentie op de weg, zodat mensen zeg maar, het verkeerslicht niet missen. Het gaat in Bodegraven om een proef. Vooral 's avonds zijn de ledlampjes goed zichtbaar, maar overdag? Nou, je bent vooral op je mobiel gefocust, dus je ziet die lijn wel, maar hij valt niet echt goed op. Nee. Misschien zou die moeten knipperen of zo, dan zou het wel wat beter te zien zijn. Verkeersdeskundigen zien het systeem absoluut niet zitten. Ja, wij vinden als Veilig Verkeer Nederland dat op deze manier de smartphonegebruiker beloond wordt. Hij wordt dus geholpen met oversteken terwijl hij nog op zijn smartphone kijkt. En wij vinden juist, en het is ook zo, dat de smartphone gewoon heel gevaarlijk is in het verkeer. En wij willen hem daar juist uitbannen. Nou, ik kijk nu mijn mobiel onderweg. Die heb ik in mijn zak zitten. Voorbeeldig gedrag dit. Ja, dat is de leeftijd, denk ik. De kosten van de lampjes zijn niet bekendgemaakt. Als uit de proef blijkt dat het inderdaad veiliger is geworden, dan wil de gemeente Bodegraven de lampjes op meer plekken invoeren en gaat het licht voor het systeem dus